De voedselzekerheid in Suriname is in gevaar en dit kan leiden tot ondervoeding. Dat zegt voedseltechnoloog Ricky Stuttgart in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij merkt op dat de voedselzekerheid met de dag erger wordt, omdat er in Suriname een situatie te merken is van constant stijgende prijzen. Stuttgart wijst erop dat in de periode van februari 2020 tot en met januari 2022 de voedselprijzen met ongeveer 300% zijn toegenomen. En het hebben van voeding is afhankelijk van twee factoren. En die ene is de prijzen van de producten en je inkomen. Hoeveel verdien je? En het blijkt dus dat met de loop van de tijd dat de prijzen steeds stijgen, maar onze inkomen nemen niet toe. Waardoor dus de beschikking tot voedsel steeds gaat afnemen. En ik verwacht dus dat met de loop van de tijd steeds meer mensen honger gaan lijden en steeds meer mensen aan ondervoeding gaan lijden. Stuttgart zegt dat om deze moeilijke economische situatie het hoofd te bieden, mensen zelf moeten planten. Hiervoor is er geen groot perceel nodig, omdat planten ook mogelijk is in emmers of potten. Zelf planten zal volgens hem ook leiden tot veilig voedsel nuttigen. En ik heb deze twee gebracht, kool en taaierblad, om te wijzen dat we ook zelf iets moeten gaan doen. De prijzen nemen dus toe, waardoor je waarschijnlijk op een bepaald moment krijg je dus dat ik heb een taaierblad en mijn buurvrouw die heeft een amsoi en dan gaan we ruilen, waardoor er geen geld te sprake is. Verder moeten we dus de tot slaafgemaakte hebben vaak aardvruchten, daarvan liefden ze. Dus wij moeten dus ook nu aardvruchten gaan planten, zodat we nappie, een zoete pataat, cassave, waardoor we eigenlijk rijst en brood kunnen gaan omzeilen. Het volledig interview met Ricky Stuttgart kunt u morgen bekijken in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.